Donc aujourd'hui, on fait la statue d'Edith Cavell à Uccle. Et pourquoi elle est à Uccle? C'est parce qu'elle avait envie en fait, de faire un plus grand hôpital, puisqu'elle avait fait d'abord une école pour devenir infirmière du côté d'Ixelles. Mais le projet, c'est d'en faire un plus grand à Uccle, où il y a maintenant justement le fameux hôpital Edith Cavell. Et comme ça, elle est tellement représentée à Uccle par rapport à son travail qu'elle a fait. Edith Cavell was een Britse verpleegkundige en verzetstrijdster in de Eerste Wereldoorlog. Ze werd door een Brusselse dokter aangezocht in 1908 om zijn gloednieuwe verpleegsterschool te leiden. En Edith Cavell had ondertussen voldoende ervaring opgedaan in Groot-Brittannië om die school te leiden. En zo kwam ze in 1908 in België terecht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Edith Cavell sleutelfiguur geworden in een verzetsnetwerk dat eigenlijk vooral bezig was met het smokkelen van soldaten die achter de linies waren terechtgekomen of dienstplichtigen die wilden proberen de geallieerde legers te vervoegen. Edith Cavell ontving een deel van die vluchtelingen eigenlijk in haar verpleegsterschool. De Duitse bezetter kwam in de zomer van 1915 heel dicht bij dat netwerk, heeft het dan ontmanteld. En in augustus is Edith Cavell gearresteerd en na een proces ter dood veroordeeld. Bonjour. T'aimes bien les fleurs? Tu vas regarder les statues différemment maintenant? Oui. Zonder het te willen hadden de Duitsers door Edith Cavell te vermoorden iemand veel groter vermoord dan gewoon een burger. Ze hadden een vrouw vermoord, een verpleegkundige bovendien. En de geallieerden hebben daar gebruik van gemaakt om heel veel propaganda te creëren rond die executie. Er is internationaal heel veel verontwaardiging geweest. Eigenlijk was het het nieuwe bewijs van de barbarij van de Duitsers. En de morele schade voor de bezetter was heel groot, in die mate zelfs dat ze een tijd lang geen vrouwen meer hebben geëxecuteerd. Mannen in tijden van oorlog, jammer genoeg is het voor hen bijna normaal dat ze sneuvelen. Het was heel moeilijk om rond een mannelijke verzetstrijder dezelfde mythes en hagiografieën te gaan schrijven als rond een vrouw. Maar een vrouw die sterft in de oorlog en die haar leven geeft voor het vaderland, dat was iets heel hoogst uitzonderlijk. En vandaar ook dat Edith Cavell als Britse in België zo geëerd is geworden.